zijn volstrekt. En uiteraard is de grote favoriet, dat is de Italiaanse Aria Fontana, meteen de leiding genomen. Zij heeft niet alleen de eerste positie, maar heeft bovendien ontdekt dat de nummers 2, 3, 4 en 5 in het klassement allemaal zullen ontbreken in de finale van de 1000 meter. Ze heeft dus alle kans om haar positie nog voorspeliger te maken dan die nu al is. Ze heeft 42 finale punten en de eerstvolgende kandidaten, dat is Heiden met 13. Schuift daar heel langzaam langs de buitenkant naar voren toe, maar moet daar toch in een erge positie blijven zitten met links. Moet ze weer achteraan aansluiten. Lieden van Doorn, vijfde positie, Arjan Fontana aan de leiding. Daartussenin, Dries Christie, tweede positie, dan de Russische Otavel Jakova. Vierde positie voor de Russische Jovi Lieve Lofa.